een nieuwe groepkast nodig. Maar weet je eigenlijk niet welke je nodig bent? Kijk dan deze video. Ik ben Ricardo van de Lagerweggroep en ik leg je in deze video uit in 6 simpele stappen welke groepenkast jij nodig bent. Welke fase groepenkast heb jij nou nodig? Om te beginnen kies je tussen een 1 fase of een 3 fase groepenkast. Om te weten te komen welke jij nodig hebt, kun je de energievraag berekenen. Dit doe je door alle vermogens van de apparaten die je aangesloten hebt op te tellen en vervolgens het gelijktijdige vermogen te berekenen. Stel dat je een gelijktijdig vermogen hebt van meer dan 8000 watt, dan heb je eigenlijk altijd een 3-fase aansluiting nodig. Met alle uitbreidingen die we tegenwoordig hebben in onze elektrische installaties, denk aan warmtepompen, elektrisch koken of airco's of hot tubs, zorg je er eigenlijk voor dat de energievraag zo enorm stijgt per woning, dat we eigenlijk altijd als we een aanpassing doen een 3-fase aansluiting krijgen. Hoeveel groepen heb jij nou nodig? In een standaardwoning heb je aan 3 tot 4 groepen voldoende voor alle lichtpunten en stopcontacten. Stel dat je een vaatwasser aan wil sluiten, dan doe je dit vaak op een eigen groep vanwege het hoge verbruik. Als je een woning hebt met een oude stoppenkast met 4 groepen, dan kun je deze 1-op-1 verwisselen met een nieuwe groepenkast met 1 hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars en ook weer 4 groepen. Stel dat je dan uitbreidingen zou doen, dan kun je deze later nog toevoegen. In de NT10 staan een aantal tabellen die aangeven hoeveel het aantal verbruikers per groep mag zijn. Op de apparaten zelf staat hoeveel het vermogen is. En grote apparaten zoals wasmachines, die sluit je aan dus op een eigen groep. Het maximale gelijktijdige vermogen mag niet meer zijn dan de maximale belasting per groep. Welke standaardcomponenten heb je nou nodig? In een groepenkast zitten eigenlijk altijd standaardcomponenten. Dat is een hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars en verschillende groepen. Vaak zit er ook nog een kookgroep bij. Bij huisinstallaties zijn de installatieautomaten eigenlijk altijd B-karakteristiek met 16 ampère, ook wel B16 installatieautomaten. Voor kookplaten, om die aan te sluiten, gebruiken we een fornuisgroep. Welke extra componenten heb je nou nodig? Je hebt een aardlekautomaat. Dat is eigenlijk een installatieautomaat en een aardlekschakelaar in 1 behuizing. Hiermee kun je een losse groep apart beveiligen voor de aardlek. Je hebt ook een beltrafo. Dat is een beltransformator ook wel. En die transformeert de stroom en spanning van 32 volt naar 8 volt of 12 volt. Dan heb je nog een contactdoos. Die kun je mooi in de meterkast plaatsen om bijvoorbeeld je internetmodem op aan te sluiten. Ook heb je bijvoorbeeld een overspanningbeveiliging en die zorgt ervoor dat jouw installatie beveiligd is tegen onweer. Daarnaast heb je nog een krachtgroep en die zorgt ervoor dat er hele grote stromen kunnen lopen in jouw installatie. Voor bijvoorbeeld een sauna of een bubbelbad. Wat is nu de juiste afmeting van de groepenkast? Meet eerst de afmeting van je meterkast en kijk dan naar alle merken van de groepenkast. Standaard zijn de afmetingen rond de 220 bij de 330. Echter wijken sommige merken hier al vanaf. Schneider heeft bijvoorbeeld een standaard hoogte van 380 en Hager heeft al allerlei soorten hoogtes, opzetstukken die ervoor kunnen zorgen dat de groepenkast varieert in de hoogtes. Welk merk groepenkast heb je nou nodig? Op 123groepenkast.nl vind je eenvoudig per merk jouw groepenkast. Qua merk kun je afgaan van je voorkeur, maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar wat het beste in jouw situatie past. Qua groepenkasten en componenten van de merken die wij verkopen in onze webwinkel is er eigenlijk niet veel verschil. Het zijn allemaal Europese en A+ kwaliteit merken. Wel heeft het ene merk groepenkast meer mogelijkheden qua uitbreiding dan het andere. En dat zorgt ervoor dat die in een iets hoger prijssegment zou kunnen zitten. Maar uiteindelijk zal elke installatie goed beveiligd worden met deze merken. Nog even een belangrijke en goede waardevolle tip. Hou bij het kiezen van de groepenkast altijd rekening met genoeg reserveruimte. Misschien wil je in de nabije toekomst namelijk nog een laadpaal bijvoorbeeld als uitbreiding aan je elektrische installatie toevoegen. Vond je dit nou een interessante video? Like hem even. Heb je een vraag of een opmerking? Zet hem even hieronder in de comments. Wil je meer weten over elektrotechniek? Abonneer je dan op dit kanaal. En als je het nog niet gedaan hebt, like deze video. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.